Dag beste kijkers, dit is een aflevering van Los Weeknieuws van vrijdag 16 februari. Op de Burgemeester Manenstraat te Aalslo gaat men een voetgangersoversteekplaats realiseren om de looproute tussen de onderwijslocaties aan de Monseigneur Darbergstraat en de Drossaarsestraat duidelijk en veilig vorm te geven. Op de Charles de Gavrestraat in Aalslo wordt een stopverbod aangebracht tijdens haal- en brengmomenten van de school, omdat het parkeren van auto's in deze straat tijdens deze momenten tot ongewenste situaties leidt. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Zorgt u voor een familielid op leeftijd? Woont de persoon nog zelfstandig? Dan is deelname aan deze informatieve bijeenkomst van Steunpunt Mantelzorg Zuid zeker interessant voor u. Mantelzorgers verzorgen een ziek familielid, partner of kennis meestal al jaren. Wanneer de cliënt uiteindelijk in de zorg terechtkomt, neem je als verzorgende de taken van de mantelzorger over. De mantelzorger kent de wensen en behoeften van de cliënt goed. Doe hier je voordeel mee en houd in het contact rekening met de vier rollen die een mantelzorger vervult. In eerste instantie is de mantelzorger persoonlijk betrokken. Daarnaast is zij mede-hulpverlener. Maar door de jarenlange ervaring vaak ook expert geworden op het gebied van de verzorging van de cliënt. De mantelzorger kan echter zelf ook behoefte hebben aan ondersteuning en vervult dan de rol van mede-cliënt. Door de mantelzorger vanaf het begin te zien als een partner in de zorg, ontstaat er een veilige en vertrouwde band. Wederzijds begrip leidt tot betere samenwerking, goede zorg en een tevreden cliënt. Samen met ergotherapeut Paula Lotz bekijkt u uw woning en krijgt u per ruimte handige tips die het leven makkelijker en veiliger maken. De bijeenkomst is dinsdag 27 februari van 2:30 tot 3:30 Bigerda, Kloosterstraat 19A in Meers. Deelname is gratis, maar u moet zich wel even aanmelden op onderstaand mailadres. Rijkswaterstaat heeft bekendgemaakt niet op korte termijn te starten met fase 2, onderbouw en brugdek van de werkzaamheden aan de brug te Urmond. Dit betekent dat de werkzaamheden aan de Julianastraat, Raadhuisstraat en Plakstraat worden voortgezet na de afronding van de werkzaamheden aan de bovenbouw van de brug. Zoals het er nu naar uitziet, wordt begin april 2018 gestart en hoopt Rijkswaterstaat de werkzaamheden af te ronden rond de bouwvakvakantie. In de periode van aanstaande maandag 19 februari tot en met vrijdag 9 maart zal de brug opnieuw afgesloten worden voor snelverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de brug. Na deze werkzaamheden is de eerste fase van de renovatie afgerond en wordt de brug weer opengesteld voor alle verkeer. Vrijdag 23 februari worden een aantal kanjers op het gebied van cultuur en vrijwilligerswerk door de gemeente Stijn in de bloemetjes gezet door het uitreiken van prijzen. Wie de prijswinnaars worden, bepaalt u. Dat kan door te stemmen op www.gemeentestijn.nl/waarderingsactiviteit. Stemmen kan uiterlijk tot en met maandag 19 februari. Laat van je horen. Eind vorig jaar zijn inwoners of groepen die zich op diverse gebieden hebben ingezet voorgedragen. Uit de voordrachten heeft de jury de volgende genomineerden geselecteerd. Voor de Vrijwilligerspaleis zijn dat Ben Rijntjens, Marielle Schoeren en Fred Gores. Voor de cultuurprijs komen in aanmerking Robin Peters, Benjamin Peters, Maurice Jansen en cultuur-educatieve organisatie De Ruif. Deze publieksstemming en de waardering door de jury bepalen gezamenlijk wie van de genomineerden voor een prijs in aanmerking komt. De uitslag wordt tijdens de feestavond op 23 februari in multifunctioneel centrum De Graus bekendgemaakt. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit feestelijk programma met onder andere muziek van Bepi Kraft en Angelique van Déjà Vu. De entree is gratis. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Sinds onze laatste informatie over de wijk Urmond-Oost zijn er intussen weer vorderingen gemaakt. De Graatheidelaan is nog steeds het middelpunt van de werkzaamheden.
Ter hoogte van de Kruisstraat worden de contouren van stoepen en parkeervakken reeds zichtbaar tot aan de Pater Laurensstraat. Deze straat is inmiddels volledig opgebroken. Zoals we u reeds eerder geïnformeerd hebben, is men in het Steinerbos bezig met de vernieuwing van de visvijver. Piet Hoeben en Henri Steinen trokken er deze week weer op uit om de stand van zaken rondom de vijver voor u in beeld te brengen. In de carnavalsweek zijn we weer teruggekomen in de Steinerbosch en we zijn weer bij de visvijver, eienvijver, wat dan ook. Ja, de vijver, ja, dat associeer ze met water, maar wat voor hier vind je, dat heeft niet veel met water te maken. Eigenlijk heeft het zelfs nog niet eens met een visvijver te maken, want als we eigenlijk om ons heen kijken, begint voor ons een beetje zorg te maken en denken van zou dat toch wel gaan werken? Pratende met de mensen om ons heen, dank liever te hebben. Kunnen we allemaal goed, jong, kunnen we allemaal voor elkaar. Nou, we zijn benieuwd wie het straks allemaal gaat doen zijn, maar we gaan nog eerst eens even laten kijken wie het er op dit moment voor staat. Ik sta hier in ieder geval op de plek waar ik er ooit nog wel eens overheen zit gelopen, want hier wordt het bruksje dat de brasserie verbindt met de Steinerbosch. Dat mooie houten bruksje, dat is voorlopig even weg. Dat moest weg, omdat de machines, die moeten hier allemaal door. En ja, die kosten natuurlijk niet doen, maar dat bruksje doen. Maar geen paniek, het bruksje, dat kunt terug. Net als ook de Vivo. Ja, ik zei het al, als we hier bij de visvijver staan, bij de roeivijver, voormalige roeivijver, vroeger af, wordt het nog wel een vijver. Ja, we laten nog hier even kijken. Zo ziet de bodem op dit moment uit. Daar zullen we nog niet al te veel voor zeggen, behalve dan dat het berg en dal is. En we zien ook wel de positieve kanten, want de nieuwe beschutting die is ook zo langzamerhand gearriveerd. Men heeft al een houten wand omheen gezet en er zijn ook al de nodige natuurstenen geplaatst. In het midden van de vijver daar zit de weg die eigenlijk gebruikt wordt door de machines om over de bodem van de vijver te rijden. Anders rijden ze hem natuurlijk helemaal kapot. Al vragen we ons af, kent ze dan nog kapotte rijden als dat er nu al is. Carnaval is net voorbij, maar in Stein staat er alweer een nieuwe optocht aan te komen, namelijk de Lemkesoptocht. Het wordt de eerste editie van dit evenement en zal zaterdag 24 februari rond 7 uur 's avonds door de straten van Stein trekken. Vlak voor het vertrek van de optocht worden alle straatlantaarns langs de route uitgeschakeld en de bewoners is gevraagd om zoveel mogelijk licht aan de woningen te dimmen om zo de deelnemers goed te laten stralen als zij door de donkere straten trekken. Bij de deelnemers wordt erop aangedrongen om veellampen te gebruiken om zo de juiste sfeer tijdens de tocht te bereiken. De eerste Lemkesoptocht van Stein wordt opgesteld bij de Omfaliestraat aan de Blauwe Steenweg. Deelnemers aan deze tocht kunnen zich tot 20 februari inschrijven op onderstaand mailadres. Dit was een aflevering van Los Weeknieuws voor deze week. Bedankt voor het kijken.